een jubileumadjudant wou. Prins, de prinsen en adjudant, de adjudanten. Wij zeggen Allah! 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 Wat kom jij er dan weer achteraan, adjudant Wout? Ach, ik moet er weer even inkomen dit jaar. Ja, ik ook. Maar na ons jubileumjaar heb ik eigenlijk best wel weer zin in een feestje. En wie wel weet dat hier ook een feestje is. Klopt dat? Yeah! Ik hoor jullie niet. Klopt dat? Yeah! Maar voordat we met jullie mee gaan feesten, wil ik jullie eerst even op de volgende wijze. Pak jullie mobieltjes maar vast tevoorschijn. Want rond deze tijd zou er een zeer zeldzaam natuurverschijnsel te zien zijn. Ja, nog zeldzamer dan een zonsverduistering. Inderdaad, en nog zeldzamer dan een maansverduistering. Jazeker, veel zeldzamer dan het noorderlicht. En nog veel zeldzamer dan een vulkaanuitbarsting. Of een aardbeving, behalve dan in Groningen, daar is die niet zo zeldzaam. Wat jullie dadelijk zien is een natuurverschijnsel dat zich maar eens in de 11 jaar voortdurt. Zo zeldzaam is het. Ga allemaal maar staan om deze bijzondere foto te maken. Want het gaat nu gebeuren, ja echt nu. Ja, komt ie. Kijk maar eens goed. Want eens in de 11 jaar staan er namelijk 2 jubileumprinsen tegelijk op het podium. Wauw, wat gaaf hè. En jullie zijn hier allemaal getuigen van geweest. Dat pakken ze jullie niet meer af. Nee, jaren later kunnen jullie tegen de kleinkinderen nog vertellen. Ik was erbij. Prins Niels, moeten we dan nu niet de hoogheden feliciteren? Nee, nog niet. We gaan eerst onze oude hoogheden bedanken. Lieve Anouk en lieve Sandra, onze duifjes. Bedankt voor het fantastische jaar dat we met ons allen hebben gehad. En het is een keer wat anders dan mannelijke collega's. Zo hebben we veel geleerd over nagellakjes, koken, huishouding, hormonen en andere vrouwenzaken. Het vrouwenbrein kent voor ons geen geheimen meer. Klopt. En we zijn hier zelfs achter gekomen dat jullie gigantisch kunnen feesten. Wat was het geweldig samen met jullie. Die sterken wij mooi in de test. Bedankt hiervoor. Prins Niels, mogen we dan nu eindelijk de hoogheden feliciteren? Wat heb je haast dat je dan doet? Wil je ze zo graag feliciteren dan? Dat niet, maar ik moet nodig plassen. Ja. Daar gaan we dan. Prins met Baldus, de 56ste en adjudant. Gefeliciteerd met jullie uitverkiezing en met jullie 55 jaar jubileum. Jullie hebben een mooi jaar voor de boeg, man. We hopen dat jullie een geweldig jubileumjaar tegemoet gaan. Net zo geweldig als wij vorig jaar hebben gehad. Want dat betreft willen we graag een stokje aan jullie overdragen. Dus hier komt het stokje dan. Ik zie jullie al denken, een blinde geleidestok? Krijgen ze nou een blinde geleidestok? Dat klopt, want als je optimaal wil genieten van het jubileumjaar, moet je er blind in gaan. Dus hoge leden, vlieg er blind in en geniet van alles wat op jullie afkomt. Kortom, maak er fantastisch van. Hou er alles uit wat erin zit. Heb nergens spijt van, want je kunt toch niets terugdraaien. We nodigen jullie graag uit voor onze jeugdprinsenmiddag op 16 februari, waar jullie kennis kunnen maken met onze opvolgers. Tot die tijd mogen jullie ons altijd bellen voor advies. Maar doe dat niet in de nacht. Onze ouders willen ook graag rust. Mijn moeder verwacht wel eens een leuk lesje fysio, privé. Het begin is er. Sterk de maar in de test. Op naar een onvergeten carnavalsjaar. Allah!
Jongens, super gespeeched. Echt geweldig. Ik denk dat ik samen met Wilbert bij jullie eens even een paar weken stage ga lopen. Dat speech, dat moeten wij nog leren volgens mij. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ik hoorde al dat wij uitgenodigd zijn op jullie jeugdkennismiddag. Geweldig, die uitnodiging nemen we ontvangst en wij komen zeker. Maar wij willen jullie dan ook wel weer uitnodigen om bij ons op de kronkzitting te komen. We zijn jullie ook van harte welkom. Ik vind dat jullie het geweldig gedaan hebben in jullie jubileumjaar. En ik hoop dat wij het heel dunnetjes, maar heel dik over kunnen gaan doen. Ja. En dat moet volgens mij wel goed komen. Maar ik ga jullie absoluut af en toe eens bellen of appen voor advies. Wilbert weet ook niet alles. Dus dan moeten we dan samen uit gaan komen. Ja, steek helemaal in de test om te zeggen. Ja. Ja, de relaties zijn goed tussen PNR, dat is wel weer duidelijk. Ja, dat is altijd goed. Ja. Goed mensen, dank jullie wel. Prins Niels, adjudant Wout, inderdaad, fantastisch gedaan. We zien jullie, denk ik, op de pronkzitting en niet meer terug, want dan zijn jullie afgetreden. Maar geniet nog eventjes van de laatste weken, maanden van jullie campagne. Jullie hebben het ontzettend goed gedaan. Geef ze een heel groot applaus, want dat hebben ze verdiend. En een biedbas af. Prins Niels, adjudant Wout.